De vakbeweging in Suriname moet meer aandacht besteden aan het fenomeen van inflatie. Dit gaf Stanley Esaias, belastingwetenschapper, gisteren aan tijdens een presentatie over belasting over toegevoegde waarde BTW op het hoofdkwartier van de vakcentrale C47. De deskundige merkt op dat de Surinaamse samenleving de verschuivingen op alle economische vlakken ervaart. De vakbeweging moet veel meer aandacht hebben voor inflatie en moet eisen dat afspraken alleen maar gelden binnen een inflatietarget. Wanneer die macro-economen komen van IMF, dan zeggen ze, begin die prijsbelasting te verhogen, begin die subsidies te verlagen en wanneer iedereen arm is geworden, dan stopt die inflatie wel. Maar dat zit je op een heel ander niveau van welvaart en armoede. Ja, toch? En het enige dat verschuift in die tussentijd is een loonronde hier, een koopkrachtversterking daar. Je verschuift sociale verhoudingen, toch? De overheid kan makkelijker betalen aan die ambtenaren, maar niet aan die ambtenaren. Die ambtenaren kunnen makkelijker krijgen dan werknemers in de private sector of wat dan ook, of andersom. Je krijgt allerlei verschuivingen. Die inflatie is het probleem. En wanneer inflatie boven 8% is, mag niemand rustig slapen. Ik was op de radio begin augustus en ik heb die uitdaging neergelegd. Ik zeg, geen enkele instelling in het land heeft een inflatietarget. Een dag later was er een persforum en die vraag werd gesteld. Esaias wijst erop dat er eerder inflatieverwachtingen zijn gedaan door een vakbondsman en een minister van Financiën, maar geen inflatiedoelen zoals gezegd is. Hij vindt dat het vraagstuk van inflatie vaker aan bod moet komen in de samenleving. Wat willen wij van inflatie? Want wij zijn constant hoger dan omliggende landen. Maar zodra een Surinaamse beleidsmaker het woord inflatie in de mond neemt, begint hij bij importinflatie. Het is niet alleen maar importinflatie. Wij doen een heleboel hier dat inflatie creëert. En daar moeten wij veel scherper naar kijken. De minister heeft zelf gezegd in de assemblée. Hij heeft een voorkeur voor belasting van brandstof. Hij denkt dat dat makkelijk is. Hij haalde een voorbeeld aan van de regering Boutersen, waar hij toen ook had geadviseerd van zet die belasting op de brandstof, dan haal je het makkelijkste geld binnen. Ik weet niet of dat waar is, maar het heeft alleen gevolgen waar we hierover hebben gesproken. En er zijn alternatieven. Leden van verschillende vakbonden waren aanwezig bij de presentatie van Esaias. Er zijn vragen gesteld over het vraagstuk BTW. Esaias meent dat vakbonden zich moeten afvragen of het verschuiven van belastingdruk gunstig is voor de samenleving.